Ja, de natuur zijn gang laten gaan. Ja, dat eigenlijk in Nederland. Ja, dan zou je hopen, hè, dat met predatie en zo. En dat die vos dan alleen die gans pakt. Of die wolf die gans. Of die wolf alleen dat eelhert. Maar dat is niet echt de realiteit. De realiteit is dat. De vos pakt ook de weidevogels. Waarvan we met z'n allen ook vinden dat die belangrijk is. En de vos is lang niet meer in staat om die ganzen te beheren. En zo is de wolf. Zal ook nooit in staat zijn om het grofveld te reguleren. Hij zal het kunnen decimeren tot een bepaald niveau, maar hij zal het niet reguleren. Dus ik zelf heb al genoeg gezien in een paar jaar tijd dat ik daar zeg van ja, de natuur zijn gang laten gaan. Dat klinkt mooi. Dat zou ik kunnen doen als de boel is weer op orde is. Ik zou de balans herstellen door gewoon met alle partijen in Nederland de schouders eronder te willen zetten. En dat is dus ook terreinbeheerorganisaties, landbouw, jagers, overheden. Hè? Want vlak ook de gemeentes niet uit, die hebben ook veel binnen hun stadsgrenzen hebben ze ook enorm veel ganzen. Er wordt ook veel, steeds meer kuikens worden uitgebroed eigenlijk in stadsparken, et cetera. Maar ook daar zie je een aarzeling om daar iets aan te doen, hè? Want dat ligt natuurlijk gevoelig. Een dier of een populatie is ook niet iets waar je zomaar even aan de knop kan draaien. Het is niet een soort die zich stoort aan beleidsafspraken of wat dan ook. Een dier doet wat hij wil en als hij zich voor kan planten, dan doet hij dat. Dus als je daar echt een slag in wil maken, ja, daar heb je beheer voor nodig. De populatie wordt ook steeds groter en we zien ook eigenlijk dat er veranderend gedrag optreedt, hè? Dat ze van de dag naar de nacht actief worden. Ja, als ik jagers spreek, die zeggen ja, je ziet dat er gewoon enkele ganzen de boel in de gaten houden. Het is niet zo, laat ik zo zeggen, het is niet gezegd dat bij grote populaties het makkelijker is om ze te beheren, om ze te schieten. Dat is gewoon een hele uitdaging, want alles gaat de lucht in en is weg. Dat geeft gewoon heel veel uitdaging voor de jagers in ieder geval om die klus uit te voeren. Ja, en als we niet met z'n allen aan de slag gaan en ook landelijk, hè, dus ook interprovinciaal goede afspraken te maken, dat we allemaal als provincies dat stokje oppakken, dan is er wel wat aan te doen. Maar daar moeten we niet te lang mee wachten. En ik denk als we naar een situatie gaan dat jagers niet meer mee willen of kunnen werken en we alles met uurtje factuurtje moeten gaan doen, dan gaan we pas echt verschrikkelijk schrikken, denk ik, wat fauna in Nederland gaat kosten. Want dan schiet je naar de honderden miljoenen. Dus laten we vooral gebruik maken van die vrijwilligheid.